Jules Schelvis, 94 jaar oud, overleeft als enige Nederlander de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor. Het is zijn levenswerk geworden, vertellen over Sobibor en het doorgeven van zijn ervaringen en kennis over de Holocaust aan volgende generaties. Ik vertel mijn verhaal in 10 korte hoofdstukken en tussen die hoofdstukken in wordt muziek gespeeld door een symfonisch kamerorkest. Ik vind de tijd gekomen als je 94 bent en je hebt zoveel al gedaan over dat ene kamp Sobibor. Dan zeg ik, nu moet een ander het stokje maar overnemen. Omlijst door muziek vertelt Schelvis vanavond voor het laatst over de 72 uur lange reis naar het vernietigingskamp Sobibor. Muziek was heel belangrijk in de kampen, omdat je dan eens een keer kon doen wat je zelf wilde, of neurien of fluiten. En ik had een vriend, Leo de Vries, die was net zo muzikaal als ik. En onderweg, als we naar ons werk moesten, dan zong hij een thema en dan moest ik raden welke componist en hoeveelste symfonie. De afsluiting van zijn levenswerk is op verzoek van Jules Schelvis in het Vredespaleis in Den Haag. Alleen al de naam Vredespaleis. Wat wil je mooier dan dat het in zo'n paleis wordt vertoond? Ik zie voor mij wat niemand in de zaal voor zich kan zien. Want bij elke zin die ik uitspreek, zie ik precies waarom ik het uitspreek, namelijk hoe het gegaan is. Ik zie de meest vreselijke dingen gebeuren. Er reed een trein naar Sobibor. Deze vertrok op 1 juni 1943 uit Westerbork, volgepropt met 3006 Joden in 50 veewagons. Mijn vrouw Rachel en ik en mijn huisgenoten zaten in die trein. Geen van ons wist wat ons te wachten stond na een enerverende tocht die 72 uur zou duren. Het doel zou een werkkamp in Polen zijn, zoals men ons had voorgespiegeld. Het transport van 1 juni 1943 was een van de grootste in een reeks van 19 treinen die vanuit Westerbork naar Sobibor vertrokken. Een Duits nationaal-socialistisch vernietigingskamp in Polen. In de periode 2 maart tot 20 juli 1943 werden 34.313 Joden uit ons land naar Sobibor gedeporteerd. Van hen hebben slechts 18 de oorlog overleefd. In de geschiedenis van de kampen een ongekend laag aantal. Na de oorlog bleek dat ik de enige overlevende van mijn transport was. Ik ga u mijn persoonlijk verhaal vertellen. Het is niet zonder moeite dat ik nog steeds na zoveel jaar mijn verhaal vertel hoe ik in Sobibor terechtkwam en wat daar plaatsvond. Thank you.
Op 7 januari 1921 werd ik als kind van Jacob Schelvis en Esther Papegaai geboren op het Rapenburg, in een van de voormalige Amsterdamse jodenbuurten. Mijn oudere zusje Millie en ik woonden in het voorhuis. In het achterhuis woonde de Joodse familie De Vries. Hun zoon Leo was ook in de kampen, mijn boezemvriend. Ondanks het feit dat mijn ouders van Joodse afkomst waren, hadden ze gekozen voor het humanisme. Mijn vader was diamantzager van beroep. Hij was een zachtaardige, vriendelijke, bedachtzame en kunstzinnige man. Hij is in het concentratiekamp Sachsenhausen eind 1944 om het leven gekomen. Mijn moeder was een liefhebbende echtgenote. Een goedlachse, zorgzame en vrolijke vrouw die veel vrienden en vriendinnen had. Zij en mijn zuster hebben het concentratiekamp Bergen-Belsen overleefd. Na de middelbare school werd ik als drukker opgeleid in het grafische bedrijf. In 1939 haalde ik mijn vakdiploma. Ik leidde in die tijd een onbekommerd leventje. In het voorjaar van 1940 werd ik verliefd op de 2 jaar jongere Rachel Borzikowski. Haar ouders waren kort na de Eerste Wereldoorlog van Polen naar Nederland uitgeweken, wegens het in hun land heersende antisemitisme. Thank you.
Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger ons land binnen. Na 5 dagen van ongelijke strijd en een massaal bombardement op het centrum van Rotterdam werd Nederland bezet. Na enige maanden van schijnbare rust begon de bezetter met het doorvoeren van anti-Joodse maatregelen. Aanvankelijk van onschuldige aard, maar op den duur werd de bewegingsvrijheid van Joden steeds verder ingeperkt. Zo mochten zij niet meer gebruik maken van zwembaden en parken, niet meer reizen, fietsen en van andere vervoersmiddelen gebruik maken. Met het verstrijken van de tijd werd het leven voor Joden steeds ondraaglijker. Ze werden onder de knoet gehouden door een nietsontziende en meedogenloze bezetter. De 10e januari van 1941 was voor de Joden in Nederland van grote betekenis, omdat toen alle in ons land aanwezige personen van geheel of gedeeltelijk Joodse bloede zich in opdracht van de Duitsers tegen betaling van 1 gulden moesten melden bij de plaatselijke bevolkingsregisters. Vrijwel niemand realiseerde zich, kon zich ook niet realiseren, dat dit de voorbode was die uiteindelijk zou leiden tot hun deportatie en de daaropvolgende dood. Er waren wel protesten, zoals op 25 februari 1941. Toen verzette zich een groot deel van de Amsterdamse beroepsbevolking tegen de genomen maatregelen door een vrijwel algemene werkstaking, de februaristaking. Vrij snel daarop werd de directie van de drukkerij en ik als drukker door een Duitse bewindvoerder ontslagen. Plotseling zag ik zonder inkomsten en moet ik maar zien hoe ik aan de kost kwam. Dat duurde tot 26 mei 1943, een fatale dag voor ons gezin. Wij werden zonder het gebruik van gespecificeerde namenlijsten door de Ordnungspolizei tijdens een grote razzia in onze woning gearresteerd, samen met nog 3200 anderen. Wij, dat waren Rachel Wosikowski, met wie ik in december 1941 was getrouwd, haar ouders Greta en David, haar zuster Hella met haar man Abraham en haar broertje Herman en ikzelf. Rachel was toen 20 en ik 22 jaar. Onder strenge bewaking werden wij gedwongen naar een verzamelplaats op het Jonas Daniel Meijerplein te lopen. Na urenlang wachten onder strenge bewaking, zonder voedsel en drinken, werden we met trams dwars door Amsterdam naar het Muiderpoortstation gereden. Honderden omstanders hebben zonder vorm van protest toegekeken hoe de overvolle trams onder strenge bewaking voorbijreden. Nog dezelfde avond kwamen we in het zogeheten Judendurchgangslager Westerbork aan.
Het begon op dinsdag 1 juni 1943 te dagen, toen wij wakker werden in onze benauwde en van stank vergeven houten barak. Ook na 5 nachten slapen was het een vreemde gewaarwording wakker te worden met zoveel onbekenden om je heen. Van slapen was nauwelijks sprake geweest, omdat we wisten dat de transporten op dinsdag vertrokken. Dat wij tot de personen behoorden die gedeporteerd zouden worden, lag in de lijn der verwachting, omdat de toevloed van meer dan 3000 mensen op één dag het kamp Westerbork overvol raakte. Vanuit de barak met ongeveer 800 personen hoorden we in de vroegte de stoomfluit van een locomotief. Op dat moment kwam een functionaris van de Westerborkse organisatie de barak in. Hij vroeg om stilte. Het geroezemoes verstomde toen hij met het alfabetisch aflezen van namen begon van degenen die moesten vertrekken. We spitsten onze oren bij de letter B. Ik hoorde 3 maal de naam Borzikowski. Voor David, mijn schoonvader, Greta, mijn schoonmoeder, en Herman, hun zoontje van 15 jaar. Hun lot was bezegeld. Ik wachtte gespannen op de letter S. Na enige tijd hoorde ik Schelvis Borzikowski Rachel. Schelvis Jules. Stodel Abraham. Stodel Borzikowski Hella. Nadat ook onze namen waren genoemd, kwam een gevoel van gelatenheid over ons, omdat nu vaststond dat we als gezin bij elkaar zouden blijven. Na de laatste naam moest ieder die genoemd was zich voor vertrek gereed maken. We vulden onze rugzakken met kleding, een veldfles met water en een paar extra schoenen en bovenop een opgerolde deken. We verdeelden het nog overgebleven voedsel. Ook mijn gitaar nam ik mee, die ik op het laatste moment nog van huis had weten mee te nemen. Thank you.
Onder lichte dwang liepen we bepakt en gezakt met onze brood en rugzakken en mijn bungelende gitaar naar de plaats waar de veewagens gereed stonden. Ik liep hand in hand met Rachel en kneep af en toe in mijn arm om te voelen of ik droomde. Achter ons sjokte een jong echtpaar dat een kinderwagen voortduwde met hun huilende baby. Aangekomen op het emplacement drong iedereen naar voren om zo snel mogelijk in een wagon te komen, want de eersten konden met hun bagage de beste plaatsen tegen de wanden innemen. Toen iedereen binnen was, wisten we met wie we de komende dagen ons lot zouden delen. Het waren de voor ons onbekende volwassenen, kinderen, oude van dagen, zieken en invaliden. In de wagon was geen enkele voorziening getroffen voor mensen die een lange tocht moesten maken. Er lagen geen matrassen op de ruw houten vloer, geen haken aan de wand om kleren of andere voorwerpen aan op te hangen. We waren nog minder dan vee, want voor dieren zaten er nog ringen aan de wand. De koeien die eens in deze wagons werden vervoerd, waren met geschreeuw en geweld naar binnen gedreven. Ze eindigden hun leven op de slachtbank. De Joden boden geen weerstand. Ze reden het ongewisse tegemoet. Kort voor vertrek reed een handkar vol met houten tonnen langs de trein. Twee daarvan waren voor onze wagon bestemd. De een was gevuld met water, de andere was leeg. Deze was bedoeld om er onze behoeften in te doen. Toen de wagon vol was, zag ik dat er nog een groepje mensen buiten stond te wachten. Ik dacht dat ze er niet meer bij konden. Maar ik vergiste me. De mannen van de Joodse ordedienst begonnen in de wagon aan ons te duwen en te trekken en maanden ons wat inschikkelijker te zijn, zodat er toch iedereen in paste. Voor de schuifdeuren aan de buitenkant met haken werden gesloten, moest door een van ons het aantal worden vastgesteld. Het bleek dat we met 62 personen en een kinderwagen waren. Dit aantal werd met grote witte cijfers buiten op de wagon gekalkt. Daar stonden we dan met onze verpakking als sardientjes in een blik. Toen de trein tegen 11 uur vertrok, was de ton al druk in gebruik. Als iemand zijn behoefte moest doen, moest hij of zij op de lichtgebogen ton klimmen. Als het nodig was, hielpen anderen hun daarbij. Hield dan een deken voor, zodat ze niet voor iedereen te kijk zat. De zieken en gebrekkigen waren daartoe niet in staat. Als ze niet door anderen wilden of konden worden geholpen, lieten ze hun behoefte de vrije loop op de plaats waar zij zaten of lagen. Al gauw heerste er een niet aflatende penetrante stank. Na enige tijd bleef de deken achterwege en schaamde men zich niet meer. De ton was na een paar uren al vol. Een enkele keer werd hij onderweg onder toezicht van de SS langs het spoor omgekieperd. De reis was begonnen. De functionarissen in Westerbork dachten te weten dat de trein Auschwitz als bestemming had. Want op sommige kartotheekkaarten had men aangetekend dat daar het eindpunt was. De naam Sobibor was volstrekt onbekend.
Er zaten 3006 personen in de trein, waarvan 1147 mannen, 1354 vrouwen en 505 kinderen. Zo had het Statistisch Bureau in Westerbork nauwkeurig bijgehouden. Thank you.
dicht op elkaar gepakt, drong het pas goed tot ons door dat we als ratten in de val zaten. Dat we door het Hitlerregime als untermenschen werden bestempeld, wisten wij uit eigen ervaring. Dat we van de wereld moesten verdwijnen, was zelfs niet tot ons in de wagon doorgedrongen. Er zou tijdens de tocht veel van ons uithoudingsvermogen gevergd worden, maar ook zouden we met zoveel mensen in de wagon blijk moeten geven van enige tolerantie ten opzichte van de ander. Aan beide lange zijden van de wagon zat een klein venstertje zonder glas, met aan de buitenkant ijzeren spijlen. Je kon er je hoofd niet doorheen steken, maar als je op je tenen stond, er wel door naar buiten kijken. Al kort nadat we uit Westerbork waren vertrokken, was er oneenigheid ontstaan over de vraag wie bij het raampje mocht staan. Het was een begeerde plaats, omdat je de stank in de wagon even kwijt was en je het groen van de velden en de mensen en steden waar we langs reden kon waarnemen. Via Assen en Groningen bereikten we bij Nieuweschans de Nederlands-Duitse grens. Met een onbestemd gevoel namen we in gedachten afscheid van ons dierbare land. De vraag die wij ons stelden was wanneer we weer terug in Nederland zouden zijn. Het werd woensdag. In de ochtendschemering reed de trein onverstoorbaar verder in de richting van Berlijn. Naarmate de uren verstreken, ontstond er gekibbel en geruzie over onbenulligheden. De onmogelijkheid om uit deze godvergeten hel te ontsnappen en het nijpend tekort aan voedsel en drinken en medicijnen waren de oorzaak daarvan. Het begon ook nog langdurig te regenen. Het opspattende water onder de wagon spatte door de kieren naar binnen, waardoor we ook nog nat werden. Je werd er wanhopig en moedeloos van. Maar tenslotte won de cadans van de rijdende trein over de vele wissels het van alle ellenden. En vielen wij toch nog in slaap. De kleintjes leken nergens last van te hebben. Voor zover mogelijk speelden ze een beetje met elkaar. Het was maar goed dat ze zich van geen kwaad bewust waren. Mijn behulpzame schoonmoeder hielp de jonge vrouw met het verschonen van de baby. Tot kort voor haar eigen deportatie had ze actief meegewerkt aan het laten onderduiken van baby's. Nu was ze zelf op weg naar het onbekende, waarvoor ze anderen had willen behoeden. Mijn schoonvader zat steeds maar voor zich uit te staren. Ab en Hella hadden zich een beetje van ons teruggetrokken, omdat ze waarschijnlijk nog veel met elkaar te bespreken hadden. En Herman, onze Benjamin, was niet te troosten. Gelukkig vond hij steun bij zijn moeder. Wat zal er in hem zijn omgegaan, deze lieve jongen, die in de jeugdbeweging nog had gezongen, de mens is goed. De gesprekken tussen Rachel en mij werden ook schaarser. Wat ons voortdurend bezighield, was de vraag waar de trein ons zou brengen. Inmiddels was het donderdag geworden. De onzekerheid over de toekomst overheerste ons denken en doen. Wat ons nog het meest griefde, was de vernedering waaraan we waren blootgesteld. Volkomen weerloos te zijn, niets te kunnen doen
om aan deze mensonterende toestand een eind te maken? Was dan niemand in staat te helpen? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld? Waar was het internationale Rode Kruis dat de bescherming van en de hulp aan oorlogsslachtoffers hoog in het vaandel had staan? Ik heb geen van hen gezien. Op donderdag 3 juni bereikten we de Poolse grens. Ik zei tegen Rachel, bereid je maar op het ergste voor, want veel goeds hebben we niet van ze te verwachten. Ze antwoordde niet. Wat had ze moeten zeggen? Je kon je toch niet op het ongewisse voorbereiden. Ze glimlachte en zei, weet je dat je een baardje hebt? Je lijkt wel op een jonge rabbi. Het was mij niet ontgaan dat de mannen en ook ik zich hadden kunnen wassen en scheren. Nu bleek hoe je binnen een paar dagen van uiterlijk kon veranderen. Het was niet alleen dat je zweette en stonk, van verscholen was geen sprake. Je ging eruit zien als een schooier.
Nadat de trein Częstochowa was gepasseerd, merkten we dat we niet in de richting van Auschwitz reden, maar naar het oosten. Na 70 uur rijden was in de vroege vrijdagochtend het laatste greintje van ons uithoudingsvermogen verbruikt. Door oververmoeidheid waren we zo apathisch geworden dat het ons niet meer interesseerde waar we terecht zouden komen. De trein hield op een verlaten plek stil. De bewakers begonnen langs de wagons te rennen en in de lucht te schieten, terwijl zij onvervalste duiten kreten slaakten. De schuifdeuren werden ontgrendeld. De onmenselijke tocht had waarschijnlijk zijn eindpunt bereikt. Met een getrokken revolver sprong een bewaker in de wagon en blafte: "Over enkele minuten komt u in een kamp aan waar voorwerpen van waarde worden ingenomen. Om het vlot te laten verlopen, kunt u ze nu al beter aan mij afgeven." Dit vreemde verzoek, dat als een bevel klonk, ging als een schok door ons heen. Ik besefte dat dit een solo-actie was van een zich verrijkende soldaat die ons ging beroven nog voor het officieel in het kamp zou plaatsvinden. Voor hem waren wij een weerloze en gemakkelijke prooi. Sommigen voldeden aan zijn verzoek, omdat ze bang waren hem kwaad te maken. Toen weinigen reageerden, begon hij horloges van polsen te rukken. Iemand vroeg schuchter naar een ontvangstbewijs. "Dat komt later," was zijn antwoord. Met zijn zakken vol verdween hij uit het zicht. Na dit incident durfde niemand meer uit het raampje te kijken.
Kort daarop begon de trein weer te rijden. Maar al snel kwam hij definitief op een groot rangeerterrein tot stilstand. Ik zag de openingen tussen de struiken en bomen en met prikkeldraad omheind kamp liggen, omgeven door wachttorens. Boven de ingang zag ik een bord met de woorden SS zonder commando Sobibor. Per serie van 10 werden vanaf het rangeerterrein de wagons het kamp ingereden. Toen de eerste reeks waarin wij zaten langs de rampen tot stilstand kwam, werden de schuifdeuren opengeschoven, nu door mannen in blauwe overalls, met op hun mouwen de letters BK. Ze vormden het Bahnhofscommando, dat uit zogenoemde werkjoden bestond. Dat waren mannen en soms vrouwen die bij hun aankomst werden geselecteerd om hand- en spandiensten voor de Duitsers te verrichten. Ze klommen in onze wagon en fluisterden onder het wakend oog van de achter hen staande SS-mannen vlug, terwijl ze ons voor de vorm met stokken sloegen. Door Jiddisch te spreken lieten ze merken dat ze Joden waren. Sommigen zeiden, als er straks naar gevraagd wordt, moet je zeggen dat je een vakman bent. Waar het uitstaren niet snel genoeg ging, kwamen nu ook de SS-mannen in actie. Daarom zorgden we ervoor zo snel mogelijk buiten te komen. Achter ons klonk gekerm van degenen die door ziekte of stijfheid niet konden opstaan. Door bewakers werden we verder het kamp ingedreven. Mijn schoonvader kreeg van een SS-man een gemene zweepslag op zijn rug. Hij kromp ineen van pijn. Rachel en ik hielden elkaar stevig vast. Wij wilden ons in deze demonische situatie niet uiteen laten drijven. Over een zandpad moesten we naar een barak lopen. Rachel zei onderweg, wat moet ik met mijn gouden horloge doen? Het zal mij zeker worden afgepakt. Begraaf het, zei ik, want het kan later veel waard zijn. Ze zag een kuiltje in het zand waarin ze het vlug liet vallen. Met haar voet schoof ze er nog een hoopje zand overheen. Let op, zei ze, waar ik het heb verstopt. Dan kunnen we het straks of later weer opgraven. Als opgejaagd wild werden we door een openstaande barak gedreven, waar ons tijdens het doorlopen werd bevolen al onze bagage af te werpen. Alles wat wij bij ons droegen kwam op grote hopen terecht. Ook mijn gitaar, die ik in de wagon nog had beschermd tegen beschadiging. Ik dacht, wanneer krijg ik mijn eigendommen weer terug? Het kwijtraken van onze bezittingen had mij zo overdonderd dat ik, toen ik weer buiten stond, mij er niet van bewust was dat de vrouwen gescheiden waren van de mannen. Opeens zag ik dat Rachel niet meer naast mij liep. Alles ging zo snel in zijn werk dat ik haar niets meer kon toeroepen. Het was de laatste keer dat ik mijn liefste, met wie ik 1,5 jaar gelukkig getrouwd was, heb gezien.
Vervolgens moesten de mannen langs een SS-man lopen, die de jongeren in één oogopslag bekeek. Met een handbeweging gebaarde hij een tachtigtal zich aan de zijkant van een groot grasveld op te stellen. Mijn zwager Ab was één van hen. Ook mij keek hij aan, maar werd niet door hem uitgekozen. Waarschijnlijk omdat ik er te jong uitzag. De barakken langs het grasveld maakten op mij met hun gordijntjes en bloemen een geruststellende indruk. Aan een paar Nederlanders die daar als werkjoden liepen, vroeg ik wat voor een kamp dit was. Ze zeiden, dit is een werkkamp dat nog verder wordt vergroot. Niemand, zo zeiden ze, hoeft zich ongerust te maken. Mijn hersens begonnen snel te werken. Het was niet meer dan een gevoel dat ze voor de uitbouw een speciale dienst van jonge mannen nodig hadden. Mijn ingeving zei dat ik ook bij die groep wilde behoren. Ik zag de SS-man die al 80 mannen had uitgekozen naderbij komen. Met zijn handen op de rug slenterde hij, zo te zien, voldaan langs de zittende mannen. Hij was de enige die wist wat er te gebeuren stond. Toen hij vlakbij me was, stak ik mijn hand op. Ik vroeg hem, mag ik u een vraag stellen? Hij knikte. In mijn beste Duits verzocht ik hem of ik mij bij de uitgekozen groep mocht aansluiten. Hij reageerde niet direct en sloeg een paar keer met zijn zweep tegen zijn laarzen, als om een moment na te denken. Toen vroeg hij, wie alt bist du? Ik antwoordde, 22, Herr Offizier. Bist du gesund? Jawohl, Herr Offizier. Een beetje geïrriteerd zei hij, ich bin Unterchauffeur. Spricht du Deutsch? Wat een kinkel, dacht ik. Ik sprak toch Duits? Ik antwoordde, jawohl, Herr Unterchauffeur. In een flits had ik begrepen dat ik hem bij zijn rang moest aanspreken. Even keek hij mij doordringend aan. Misschien dacht hij toen, die jonge man weet al snel hoe hier de mores luiden. Toen was zijn besluit genomen. Na, los, und ein bisschen schnell. Ik had niet het minste vermoeden dat zijn beslissing de scheidslijn was tussen leven en de dood. Vlug rende ik naar mijn zwager, die ook tot de groep behoorde. Inmiddels zag ik in de verte dat een andere SS-man voor de honderden mannen op het veld een toespraak hield. Hij zei, na een lange reis met veel mensen in een wagon is het verkwikkend dat u gaat douchen in een badhuis, daar verderop. Daarom moet u zich nu gaan uitkleden. Uw kleren legt u netjes op een stapeltje en uw schoenen bindt u paarsgewijze aan elkaar. Uw eigendommen worden bewaakt. Mocht u nog goud en horloges hebben, dan geeft u die bij de kiosk daar ginds af. Het nummer dat u wordt toegeroepen, moet u goed onthouden, zodat u straks uw bezittingen gemakkelijk weer terug kunt vinden. Toen de SS-man van onze groep bevel gaf onze rijen op te stellen, liepen wij in marstempo terug naar de uitgang van het kamp.
Op weg daarheen liep ik langs de plek waar Rachel haar horloge had verstopt. Maar ik kon mij al niet meer herinneren waar dat precies was. In de wagon aangekomen vroeg ik mij af wat voor werk mij te wachten stond. En ook was ik benieuwd wat de mannen en vrouwen die in Sobibor waren achtergebleven moesten doen. Tevens hield ik mij bezig met de vraag wat Sobibor precies voor een kamp was. Het begrip zonder commando dat op het bord buiten de ingang van het kamp stond, kende ik niet. Nu weet ik dat in de 4 zonder commando's in het generaalgouvernement Polen, te weten Belzec, Treblinka, Sobibor en Majdanek, daar werden op fabrieksmatige wijze meer dan 1,5 miljoen Joden uit vrijwel alle windstreken van Europa door vergassing vermoord. In Sobibor verliep de vergassingsprocedure als volgt. Nadat de mannen zich hadden uitgekleed en het grasveld moesten verlaten, verschenen werkjoden om de daar achtergelaten kleren en schoenen naar de nabijgelegen sorteerbarakken te brengen. Het grasveld werd aangeharkt, zodat de groep uit de volgende 10 wagons niet zou vermoeden wat er daarvoor op het veld had plaatsgevonden. Vervolgens werden de naakte mannen voortgedreven over een 300 meter lang omheind pad. Ze werden bewaakt door een SS-man en Oekraïense bewakers om een mogelijke weerstand te voorkomen. Aan het eind van het pad, dat door de SS de Schlauch of Himmelvaartstraße werd genoemd, lag het badhuis. Daar aangekomen werden de mensen via een centrale lange gang naar binnen geperst, waar ze terechtkwamen in 6 afzonderlijke kamers van 4 bij 4 meter. De mensen moeten bij het betreden van de kamers gedacht hebben dat ze werkelijk een douche gingen nemen. Als ze meer dan vol waren, stonden ongeveer 480 mensen opeengedrongen op 96 vierkante meter. Op 1 vierkante meter konden slechts 7 mensen staan. Toen iedereen binnen was, werden de deuren hermetisch gesloten.
Na het bedienen van een hendel aan een pantsermotor in een ruimte achter de gaskamers, stroomde koolmonoxide van een zo hoog mogelijke concentratie de kamers in. Al snel merkte men dat er geen water uit de douchekop de kamers instroomde, maar een sissend geluid te horen was. Er ontstond al snel een gebrek aan zuurstof. De mensen moesten, als ze nog konden denken, begrepen hebben dat ze in een onontkoombare val waren gelokt. Er moet een totale verwarring hebben geheerst. Er moet paniek zijn uitgebroken. Ze moeten gegild en geschreeuwd hebben. Men moet zich aan elkaar hebben vastgeklampt. Dit niet te beschrijven lijden duurde ongeveer 20 minuten, tot de dood door verstikking intrad. Zo hebben de nationaalsocialisten in koelen bloede 170.000 Joden in Sobibor vermoord. Voor de lijken op gereedstaande lorries werden gegooid, werden eerst nog hun gouden tanden en kiezen getrokken en ook nog lijfelijk onderzocht op kostbaarheden. Daarna werden ze op kruislinks liggende spoorstaven verbrand. De vrouwen moesten zich, nadat ze van de mannen waren gescheiden, in een ander deel van het kamp uitkleden en werden, nog voor ze de gaskamers ingingen, in een speciaal daarvoor ingerichte barak door jonge arbeidsjoeren onder toezicht van de SS hun haren afgeknipt. Deze misdaden, die doelgericht door de nazi's stapsgewijze zijn begaan, van registratie, intimidatie, afzondering, beroving en deportatie tot en met de dood, zijn eenmalig in de geschiedenis van de beschaafde mensheid. De misdaden van de nationaalsocialisten laten nog steeds diepe sporen na. De fabrieksmatige moord op 6 miljoen Joden is met niet anders in de geschiedenis te vergelijken. De misdaden van Hitler en zijn helpers laten nog steeds diepe sporen na. Het geeft te denken dat niemand de Joden heeft kunnen vrijwaren voor hun ondergang. Hoe onbegrijpelijk ook, het bleek mogelijk dat een bezettende macht, ongehinderd en tegen alle internationale conventies in staat bleek burgers ver van huis en haard massaal de dood in te jagen. Dit was mijn getuigenis. Mijn wens is dat u de essentie van mijn voordracht in eenvoudige woorden doorvertelt aan uw kinderen, zodat ook zij komen te weten wat er in de Tweede Wereldoorlog met de Joden is gebeurd. Zij kunnen het straks, als er geen getuigen meer zijn, het mogelijk weer aan hun kinderen doorgeven en zij aan de hen opvolgende generatie. Als u dat zal doen, dan hebben u en ik met mijn getuigenis aan de nagedachtenis van 34.000 Joden uit Nederland een steentje bijgedragen. Thank you.
Ik heb nog maar weinig jaren voor de boeg. En dan wil ik dus andere dingen gaan doen dan alleen maar aan de kampen denken. Of dat lukt, dat is natuurlijk nog de vraag. Want het bloed kan soms kruipen waar het niet gaan kan.